Welkom bij Smart & Dart. Pijlen vliegen hier om je oren en de slimste denkers breken hun hersenen over lastige vragen. Zoals, wie weet er alles van witte vogels en wie heeft er verstand van honkbal? Dit zijn vandaag de twee topteams. De vrienden Jill Storm en Tom de Wolf kennen elkaar al heel lang. Ze gaan graag samen naar de kermis, midgetgolven en naar de bios. Tom is een grote fan van Michael van Gerwen. Hij zat op darten en Jill doet aan streetdance en speelt keyboard. Dit is Cool and Funny. Dit zijn Nino Aantjes en Amy Slacht. Het gekste dat ze ooit met elkaar hebben gedaan is sumo worstelen in jeugdvakantieland. Ze nemen vaak samen video's op voor YouTube en willen, als ze winnen, het geld graag sparen. Dit zijn de Gekkies. We hebben vandaag een hele gekke, maar ook cool en funny aflevering. Want we hebben aan de ene kant de gekkies staan, Amy en Nino. Leuk dat jullie er zijn. En aan de andere kant staan team cool en funny. Dat zijn Tom en Jill. Tom, waarom ben je zo'n groot fan van Michael van Gerwen? Nou, mijn vader keek al heel lang naar darten en die was groot fan van Gerwen. En nu ben ik het eigenlijk, neem ik het een klein beetje van hem over. En ik heb ook dezelfde gooistijl als van Gerwen. Ja? Nou, dan gaan we straks heel goed naar kijken. Cool en funny. Het ene team en het andere team zijn de gekkies. Ja. Jullie houden van gek doen, hè? Ja. En doe je ook wel eens gek op jullie eigen YouTube-kanaal? Want dat hebben jullie toch? Nino heeft een YouTube-kanaal. Ja, jij ook. Maar ja. Had. Ja, een soort van gek. Nou, we doen meer gewoon zelf gek als we gewoon gaan afspreken met elkaar of zo. Ja. Nou, dat lijkt me hartstikke gezellig. Ja. Jullie gaan de strijd aan vandaag met elkaar. En dat doe je meteen natuurlijk in de eerste ronde, de smart ronde. Waarin de denker zo snel mogelijk het goede antwoord moet geven. Zodat de darter de punten kan scoren. Het duo met aan het eind van deze ronde de meeste punten gaat naar de finale. Hebben we er zin in? Zijn we er klaar voor? Ja. Ja. We kunnen beginnen. Let's play Smart & Dart. Dan bij de knop. Hier komt vraag 1. In welke provincie zeg je bij het weggaan... Houdoe. Jill. Brabant. Noord-Brabant, goed geantwoord. Houdoe is verkozen door de Brabanders tot mooiste Brabantse woord. Tom gaat op de Michael van Gerwen techniek gooien. Kijk nog even goed voor de eerste punten. En Tom gooit 9 punten. 9 punten. Blaas nog even op de handen. Statistieken met tactiek. Heel goed. 9 punten, dat betekent een voorsprong voor Cool en Funny. Wij gaan naar vraag 2. Welke bekende tv-bioloog werd eerder dit jaar flink gebeten door een... Freek Vonk? Door een Caribische rifhaai. Freek Vonk, goed geantwoord, Nino. Amy mag gaan gooien. Kijken wat voor een techniek zij heeft. De eerste punten voor de gekkies en het zijn er 6. 6 punten. Een goed begin. Dankjewel. Op dit moment 6-9 de stand in het voordeel van Cool en Funny. Wij zijn bij vraag 3. Het wordt heel even smart en bak. Kijk maar even mee naar deze foto. We zien hier bolletjes deeg met gedroogde druiven. Maar hoe noem je dit als het uit de oven komt? De gekkies. Krentenbollen. Goed geantwoord, jazeker. Gaan de gekkies over Cool en Funny heen? 11 punten komen erbij. Ja, dat doen ze. Ze gaan eroverheen. Ze komen nu op 17 punten, alsjeblieft. Tegenover 9 voor Cool en Funny. Terwijl Tom nog heftig op zijn handen aan het blazen is. Van welke drank zijn munt, rooibos en Earl Grey bekende smaken? Switch. De switch wordt ingezet bij de gekkies. Draai maar om, zou ik zeggen. Switch is ingezet. Amy, wat denk jij dat het goede antwoord is? Thee. Is goed geantwoord. Nino, jij mag nu gaan gooien. Denker is aan zet. Nino gooit 7 punten. 7 punten tellen erbij op. Jullie Dank vergroten wel. De voorsprong, alsjeblieft. Naar 24 tegen 9. Uit welke stad komt FC Twente? Cool en Funny. Switch. Switch wordt ingezet. Tom gaat het antwoord geven. Enschede. Goed geantwoord. Ze noemen zich ook wel de Tukkers. Jill, jij mag gaan gooien. En ook Jill weet het bord te raken. Ze scoort 7 punten. 7 met een keiharde worp. Die was heel goed. Alsjeblieft.
16 punten nu voor Cool en Fanny, met nog steeds 24 punten. En aan de leiding dus de gekkies. Hoe heet de aansluiting aan het einde van je telefoonkabel waarmee je hem aan de oplader of aan je computer kunt koppelen? Het is een afkorting van 3 letters. Ik wil het nu van jullie horen. Er wordt niet gedrukt. USB wilde ik horen. Ja, dat doet een belletje rinkelen. USB betekent Universal Serial Bus. Een stekker voor meerdere apparaten. Vraag 7. De meeste YouTubers openen hun video altijd met een standaard groet. Zo begint Virtue altijd met Halloi allemaal. En opent Banjo Movies met Yo, what's up gasten. Maar wat zijn de typische openingswoorden van YouTuber Dylan Hagens? Nee. De gekkies drukt als eerste, terwijl Cool en Fanny nog balen. Hey mensen. Hey mensen is het juiste antwoord. Kijk maar eens even mee. Hey mensen. Hey mensen. Hey mensen. Hey mensen. Hey mensen. Hey mensen. Nou, dat is duidelijk, hè? Ja. Openen jullie nog met een standaard goed jullie YouTube-kanaal? Ja, gewoon yo-kijkers. Leuk dat jullie kijken. Ja. Simpel, maar lekker duidelijk. Ja. Amy, jij mag gaan gooien voor de punten. Ja. Dat zijn 19 punten. 19 punten, supergoeie worp. Ja. Tellen we er weer bij op. Dat maakt nu een stand van 43 punten voor de gekkies. Tegenover 16 voor Cool en Fanny. Vraag 8. Wat noemen scheikundigen H2O? Cool en Fanny, Jill. Water. Goed geantwoord. Het bestaat uit 2 deeltjes waterstof, H. En 1 deeltje zuurstof, O, H2O. Tom. Ik zie jou weer gefocust kijken naar die triple 20. Dat is een triple 9, oftewel 27 punten. 27 punten, dat maakt de stand gelijk. Goeie worp, Tom. De gouden pijl is bij beide teams nog in het spel en die is dubbele punten waard. Dus denk goed na voordat je hem inzet. Uit hoeveel cijfers bestaat een mobiel telefoonnummer? De gekkies. 12? Niet het juiste antwoord. Cool en Fanny, tel even je eigen telefoonnummer bij elkaar op. 11? Vlakbij 10 wilde ik horen, dat was het juiste antwoord. Sommige dieren hebben veel minder pigment dan andere en zijn daardoor bijna helemaal wit. Van welk dier zien we hier een witte variant? Een De gekkies. Een pauw? Goed geantwoord. Amy mag gaan gooien. Amy gooit de triple 20. Triple 20, 60 punten. Yes. Amy, dat gaat lekker. 103, een hele mooie score nu. Dit was wel een mooi moment geweest voor de gouden pijl. Ja. Maar ja, die is niet ingezet. Dat betekent dat het nog steeds kan. Tom en Jill van Cool en Fanny. Vraag 11. De KNVB is de Nederlandse voetbalbond. Maar hoe heet de internationale voetbalbond? De EK? Nee, de WK. EK is niet goed als het Europees kampioenschap. Cool en Fanny, wat denken jullie? NVB. Helaas, FIFA wilde ik horen. FIFA is het juiste antwoord. Ja, is ook een heel bekend voetbalspelletje. Ja. We zijn aangekomen bij de laatste vraag. En omdat de gouden pijl nog in het spel is, kan het nog steeds. Hoe heet het rondje om de bullseye? Ik wil het nu horen. Ik zou gokken als ik jullie was, Cool en Fanny. Dan maak je nog een kans. Ik weet het niet. De gekkies hebben ook geen idee op dit moment. Ik zou het echt niet weten. Boel of enkele boel of single pool. En die is 25 punten waard. Tom en Jill, Cool en Fanny, ik moet helaas afscheid van jullie gaan nemen. Ja. Wel heel goed gespeeld. Tom, ik zag ook echt wel de Michael van Gerwen techniek. Moet even op de vingers blazen voordat je ging gooien. Was helaas net niet voldoende. Maar jullie krijgen wel het enige echte Smart & Dartboard mee naar huis. Ja. Dank voor jullie deelname. Maar de finale gaan wij spelen met de gekkies. Yes! Amy en Nino, oftewel de gekkies, blijken helemaal niet zo gek te zijn. Want ze staan in de finale. Zijn jullie een beetje ontspannen, een beetje relaxed? Een beetje, ja. Het begint wel spannender te worden. Snap ik ook. Jullie zijn heel dichtbij. Keiharde cash.
Vijf gooibeurten en vijf vragen. We beginnen op 180 en jullie moeten zorgen dat jullie op of onder de nul belanden. En dan zijn jullie heel goed bezig. Ja. Zijn jullie klaar voor? Ja. Ja. De finale, game on. Amy, ja. 180 naar 0. Zet hem op. Eerste pijl, triple 14. De tweede pijl, 3 punten. Laatste pijl, helaas geen score. Jammer. Totaal is 45 punten. 45 punten is een heel mooi begin, gekkies. Mag ik jullie zo noemen? Ja. Fijn. 135, daar staan jullie nu op. Kijken of daar een bonusspel bij gaat komen. De vraag stel ik aan jou, Nino. Komt-ie. In welke plaats woont Donald Duck? Duckstad. Goed geantwoord. Eerste bonuspijl is binnen. We moeten een lekker gevoel geven. Ja. Dat zijn 3 punten. Oh. En dat is een triple 1. Nog een keer 3 punten. En nog een 1 erbij. 7 punten in totaal deze beurt. 7 punten halen we weer vanaf. Je was vlakbij jouw zo geliefde triple 20. Wat die is, kan nog komen. Ja. Eerste bonuspijl is binnen. Kijk of daar een tweede bij komt. IJshockey wordt niet met een bal gespeeld, maar met een zwarte schijf. Hoe noemen ze die schijf? Oh, ik wist het. Een puck? Goed geantwoord. Jazeker. Een puck. Twee bonuspijlen zijn al binnen. Ja. Eerste pijl levert op 2 punten. Er komen er 5 bij. En de laatste pijl, een enkele boel, single boel, 25 punten. Dat is in totaal 32. Die was even lekker, hè, aan het einde. Die single boel erbij. 96 zijn jullie op, gestaag op weg naar de nul. Met al 2 bonuspijlen op zak. Ja. Wat betekent het spreekwoord de handdoek in de ring gooien? Iets erbij doen? Nee, ermee stoppen, ermee ophouden, kappen, nokken, dat soort dingen. Ja. Vijf punten. En dat is een 20. Laatste pijl is een 12. In totaal 37 punten. 37 punten. En al 2 bonuspijlen. Jullie hebben nu een score van 59. Dus er moet nog wel even iets vanaf. Dus een bonuspijl zou goed kunnen uitkomen. Hoe noem je het bij honkbal als je de bal zo ver slaat dat je het hele veld rond kunt rennen terug naar waar je begonnen bent? Homerun? Goed geantwoord. De derde bonuspijl is binnen. Dit is jouw laatste gooibeurt met de gewone pijlen. Als je het nu uitgooit, heb je al 30 euro verdiend met de bonuspijlen. Eerste pijl, 19 punten. Die gaan eraf. Er blijven dus 40 over. Tweede pijl, 9 punten. Nog 31. En dat zijn er nog eens 20. In totaal 48. Amy en Nino, ik zie jullie een beetje balen, maar het gaat heel goed, hoor. Jullie hebben 3 pijlen, bonuspijlen nog, daar kan nog een 4 bij komen. Als jij de volgende vraag goed hebt. De hoeveelste letter van het alfabet is de X? 24? Goed geantwoord. Heel goed. Oké, 4 bonuspijlen hebben jullie gescoord. Moet je ze allemaal gebruiken? Het liefst gebruik je er natuurlijk zo min mogelijk, want elke pijl is 10 euro waard. Dus als je er maar 1 nodig hebt, heb je 30 euro erbij. Hoeveel moeten we nog? 11 punten nog te gaan. Ik zou zeggen, Mikkel, op de 11 kom je op de 0. Dat zijn 12 punten! 12 punten, mega goed. Dat maakt 179, want dat ene puntje halen we eraf. Kom erbij. En jullie hebben ook nog 3 bonuspijlen. Die tellen we erbij op. Dat maakt 209 euro. Gefeliciteerd. Ga lekker achter de desk staan. 209 euro. Wat ga je ermee doen? Sparen.
Altijd iets leuks zien gaan kopen, sparen. Gewoon sparen. Super veel geld. Ja, leuk zien kopen. Ja, dat kan nu. Jullie hebben heel veel geld gewonnen. Ja. Super gespeeld. Ja. Ik wil jullie bedanken voor jullie deelname. 209 euro neem het lekker mee naar huis. Ja. Dit was Smart & Dark. Tot de volgende.